Personen in het boven Suriname gebied wachten nog steeds op toezeggingen die zijn gedaan voor steun tijdens de COVID-19-pandemie. Mantje Abouna, beheerder van Minimi Eco Resort, zegt dat op instructies van de overheid personen zelfs een bankrekening hebben geopend. Tot nu toe is er geen cent gestort. De makar dema, de magomek bankrekening. Tel ik no amoni no goi na bankrekening. Ai. Dus da asandati ube want aksi. If sande mai do na asandati. Want apina sa we pina de matak do yepi. De fen wa moni fu dorosei fu jisma. Da amoni dat no ma dor aunu. Ma anego dor. Mislef nego dor. En de mai taki. Zo lees de maïdje door dat hij Jan Amadisi ko in Amerika. Dat is ook aan de tima Eurokoja, dat de maïdak Tumanoma ko in Amerika. Dus one stap voor de zandatek even in de plaats, zo'n fasie. Net als andere orden was ook Minimi gesloten tijdens de begindagen van de pandemie. Sinds de opening zijn het veelal Surinamers die het oord bezoeken. Abouna is het niet mee eens dat het steeds de orden zijn die moeten sluiten wanneer de COVID-19-cijfers omhoog schieten en dat terwijl het de eigenaren van de orden zijn die erop toezien dat de maatregelen worden nageleefd. We checks maar op alles aan, we was aan u, we checks maar if was aan de, dat we kan sabi direct, en polykliniek de, na uno kebidja cross B, dus even aan sande we kan gaan naar poli tak na swansani, dus na sanda tu betaki dat enkelig de mana we stop de orde moro, want de orde de u de masan de in de orde e hoor de matrikel, maar make de luku de dorpu na nga de winkri, fu de ma kan luku da pe moro bu, want uno e hoor a matrikel. En de prijs voor Biggie, dus we nemen ook iets maar in wat we horen aan maat, aan COVID-maatregelen. Ja. Eigenlijk is het maar kom dat we praten deze maat. En if we moest borden, die want ons maar toe, dat we praten deze. Abouna hoopt dat de COVID-steun alsnog wordt gegeven. Vooral na de garantie die de overheid een paar keer via de media bekend heeft gemaakt. Inmiddels heeft minister Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken aangegeven dat de COVID-steun zal worden afgebouwd, aangezien er voor een groot deel weer normaal wordt gewerkt.